We zijn nog steeds bezig met de bedrijven estafette voor Villa Pardoes. In ieder geval voor de buitenkiosk die ze daar willen gaan plaatsen. En ik sta voor de deur bij de Mazda en de Hyundai dealer Kooi. En ik heb een afspraak zometeen met Marco. En die kan mij alles vertellen over Raymond Lease. En nou, hij mag me alles vertellen. Maar het allerbelangrijkste vind ik natuurlijk dat hij een mooie donatie aan ons gaat geven. Die wij weer kunnen deponeren in het glazen huis in Schravendeel. Ik ben inmiddels binnen en ik zei net buiten dat ik een afspraak had met Marco. Maar Jan komt er zo ook even gezellig bij. En die kunnen me alles gaan vertellen over Raymond Lease. We kennen de heren natuurlijk van de Mazda en de Hyundai dealer. Kooi in de Hoekse Waard. Maar vandaag gaan we eens even kijken wat ze allemaal nog meer doen. Marco, een hele goede middag. Ja, goedemiddag. En dan gaan we gelijk even naar de andere kant. Jan, kom een klein stukje dichterbij. Ook een hele goede middag. Anders dan zien we je niet op beeld. Oké, ja, prima. Ik ga even bij Marco beginnen. Marco, nog een klein stukje dichterbij. Heel fijn. Nou, Raymond Lease, vertel er eens even kort wat over. Ja, wij zijn een universele leasemaatschappij. We zitten bij een Mazda en een Hyundai dealer. Maar 60% van onze wagens bestaat uit overige merken. Dus ja, wij zijn een leasemaatschappij die vooral actief is hier in de Hoekse Waard. En Voorne Putten. Maar ook delen van Rotterdam pakken wij er gewoon bij. Ja, nu las ik ook iets over groene lease. Ja. Nou, dat is wel heel actueel. Kun je me daar iets over vertellen? Ja, je ziet toch dat de trend is dat vooral bedrijven en bereiders willen dat auto's zuiniger zijn. Nou, wij zorgen ervoor dat er auto's aangeboden worden die de groene labels hebben en met 14 en 20% bijtelling. Kijk, dat is altijd interessant. We gaan even naar Jan toe. Jan, het gaat allemaal wat minder met de economie. Daar zullen bedrijven ook last van hebben. Volgens mij hebben jullie daar ook occasion lease voor. Ja, klopt inderdaad. We hebben dus naast de conventionele, gewoon operationele lease, ook occasion lease. Waarbij het dus voor klanten mogelijk is om occasions te leasen. En het voordeel daarvan is dus vaak dat de auto's wat goedkoper zijn in aanschaf. En vaak ook de auto's ingezet worden met een kortere looptijd. Dus contracten van bijvoorbeeld een jaar of 2 jaar in plaats van 3 of 4 jaar. Gebruik je daar dan ook shortlease voor of is dat weer heel wat anders? Ja, shortlease is eigenlijk voor een nog wat kortere periode. En shortlease praten we eigenlijk over als je praat vanaf 6 maanden tot ongeveer een jaar. 1,5 jaar is eigenlijk shortlease, maar dat doen we ook. Dus het kortere inzetten van auto's voor bedrijven die bijvoorbeeld een contract hebben met een medewerker die bijvoorbeeld maar een jaar blijft zitten. En dan kan je dus voor een jaar een contract inzetten. Kortom, voor alles wat met leasen te maken heeft, kunnen we terecht bij Raymond Lease. Maar nu waar ik eigenlijk voor kom, ik ben op pad voor het goede doel voor Villa Pardoes en daar proberen we zoveel mogelijk geld voor in te halen. Gaan jullie ons een klein beetje helpen? Uiteraard. En Jan staat al met de envelop in zijn handen, dus uiteraard doen we dat. Jan is dus de man van het grote geld. Ja, dat zou ik niet willen zeggen, nee. Maar goed, ik heb wel de envelop inderdaad. Oké, nou ja, alle kleine beetjes helpen, dus we zijn overal blij mee. Mag ik hem van je in ontvangst nemen? Natuurlijk, alsjeblieft. En goed, voor het goede doel, Pardoes. En ik hoop dat ze er veel nuttige dingen mee kunnen doen voor de kinderen. Ik ga jullie allebei bedanken. Dankjewel Marco en dankjewel Jan. En wij hebben hem weer binnen. Een envelop van Raymond Lease. We gaan hem deponeren in het glazen huis. En ik weet zeker dat het heel goed terecht komt voor de kiosk van Villa Pardoes.